De inspectie voor de volksgezondheid heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Bet-Shalom. Vertrouwen uitgesproken dat het met Bet-Shalom op heel korte termijn helemaal goed zal komen. Er waren nog een paar punten van aandacht, hebben ze gezegd. En ze hebben ons gevraagd om voor die paar punten een plan te maken. Het belangrijkste punt van aandacht zijn de zogenaamde zorgleefplannen. Dat is een administratieve kwestie waarin je precies opschrijft wat er met de mensen aan de hand is, wat ze nodig hebben, wat zich zoal voordoet tijdens een dienst van een verpleegkundige of een verzorgende. Ik denk dat de kern van het probleem is dat dit een Joodse organisatie is. Dat maakt hem heel erg bijzonder, heel erg warm, heel erg betrokken. Maar het gevaar daarbij is dat de focus van een organisatie op de Joodse identiteit komt te liggen. En men eigenlijk een beetje vergeet wat nu binnen de zorg gebruikelijk en nodig is. Want dan ontspoor je eigenlijk een beetje op dat gebied. Kijk, het is als er zo'n rapport komt voor de inspectie, dat is voor medewerkers heel erg lastig. Want zij hebben altijd met liefde en toewijding en heel hard gewerkt voor de bewoners, waar ze allemaal een beetje van houden. En dan zegt zo'n rapport eigenlijk, jullie doen je werk niet goed. En dat betekent dat we best een harde dobber aan hebben gehad om de sfeer goed te houden. Mensen hebben best wel eens gedacht, kom nooit meer goed met Bet-Shalom. Dat weten we ook. Wij zoeken een samenwerkingspartner die het mogelijk maakt om Bet-Shalom, een Joodse ouderenzorginstelling, en daar is er maar één echte van in Nederland, om die weer toekomstbestendig te maken. Want we zijn nu op orde, maar we willen ook gewoon heel erg goed worden.